Oké, er gebeurt hier veel. Heel veel. Er is eigenlijk geen dag dat er geen chaos is. Gisteren hadden we wat problemen met Dieter en met... Eens het hier, met Dieter en met Johan de inpakmachine. Is ondertussen gefixt. Maar opnieuw chaos, want er worden nu twee koeltunnels geleverd die aan de chocolademachine kunnen. En ik had Rookie Ice binnen en die moet ik natuurlijk even rondplakken. Want dat is shit waar ik goed op ga. Van die rare dingen. En het is natuurlijk leuk, zeg ik tegen niemand. En dan ga ik kijken of ze het zien. Dus deze gaan we even plakken en dan gaan we even naar de koeltunnels kijken. Ik heb voor jou gekocht. Oh my god. Dat is graag leuk. Met een café van de stapelaar. Kijk, dus nu zijn jullie echt vrienden. Toch? Het enige wat er nog bij hoort is een mondje, denk ik. Ja, of een slurf. Wel een slurf, ja. Een slurfje. Een klein slurfje. Een mondje. Een mondje moet er moet erbij. Hier staat een koeltunnel in. Waarbij je dus de bar inlegt. En dan komt hij er gekoeld uit. Want het is nu nog wel eens een probleem. Alleen, hij moet naar boven. Dus het wordt nog even een operatie. Hier staan ze. En ze zouden naar boven moeten. En ze staan nog hier. En ze passen niet naar boven. Want ze passen niet door de deur. En dan zou je denken, heb je dat van tevoren niet bekeken? Jawel. Wij dachten dat het wel ging passen. Maar het past niet. Dus ze staan hier nog even. Er moet een stuk muur uit. Doen ze volgende week. En dan pas kunnen ze naar boven. Dus eigenlijk gaat nooit iets gaat gewoon soepel. Hè? Het is altijd gezeik en gezeur. Die mensen die ze gebracht hebben moeten dan ook weer terugkomen, want ze moeten in elkaar worden gezet. Als ze dat nu zouden doen, zijn ze nog weer 1,5 meter langer. Moet er nog meer muur uit worden gehaald. Dus nee, ze staan hier gewoon even lekker chillen. Heerlijk. Ja, kan nooit een keer gewoon soepel. Goedemorgen, het is 8 uur op zaterdagmorgen. Het is hier heerlijk stil. Er is niemand. Er komen zo wel mensen, want Kia en Patrick die zijn onderweg, want we gaan even wat bars afmaken. Zoals jullie hebben gezien, de koeltunnels zijn niet naar boven gegaan. Volgende week dan gaan de deuren uit en dan gaan ze wel naar boven. Betekent dus dat we wat achterlopen in productie en dat deze toppers dus extra komen om even wat dingen weg te werken. Leon en T die gaan beneden extra pakketje inpakken, want ook dat moet gebeuren. Ik ben even in alle rust post aan het schrijven. Ik heb het hier over leven als holbewoner zonder suiker. Onbewerkt puur is vast en zeker de beste manier van voeden. Maar wanneer je diep van binnen ook wil genieten van alle heerlijkheden die de holbewoners niet hadden, dan is dat oké. Okay. En dat vind ik wel een belangrijke boodschap, want het is tegenwoordig natuurlijk wel zo, goed of fout. Deze manier van eten is goed. Zoals een holbewoner bijvoorbeeld is de ultieme manier van gezondheid. En eigenlijk al het andere is slecht. Ik vind dat echt enorm zwart-wit. Ik was daar zelf enorm in verzand. Waardoor ik dus ook ging in goed en slecht. Wat resulteerde in enorme eetbuien. Dus ik ben dagelijks nu momenteel bezig om die boodschap te verspreiden. Omdat ik daar vroeger zelf heel veel aan had gehad. En ik moet je bekennen dat elke keer als ik posts maak, of als ik dingen aan het vertellen ben, dan denk ik wel van, joh, weet je, wie zit erop te wachten? En het maakt toch niet uit, want wat ik te vertellen heb. Alleen, ik probeer ook steeds meer in mezelf te geloven van, joh, ik denk wel dat ik verschil kan maken. En daarom doe ik het elke dag. Maar ik moet je eerlijk bekennen, dat stukje onzekerheid wat daarin zit, wat hier ook in zat, dat is wel hardnekkig. Maar ik denk dat als we met z'n allen doen wat nodig is en onszelf af en toe even een schop onder de reet geven en onszelf eraan herinneren dat we er wel toe doen en dat onze boodschap wel belangrijk is, dat we heel ver kunnen komen. Dus geldt ook voor jou. Doe wat je moet doen, want je doet het toe. Je hebt belangrijke dingen te zeggen. Laat je niet in een hokje drukken. Het is vandaag maandag en we zijn lekker begonnen. Want we zijn volledig leeg verkocht. Dus we hebben niks meer op de website staan. Volgens mij nog 4 of 5 bars. Dus het is chaos. Dat is tof. Dat is heel tof. En ondertussen is Leon bezig in de ruimte hiernaast met een teammeeting. Met het hele team om even wat dingen door te spreken. Van hé, wat gaan we doen? Hoe ziet de aankomende maand eruit? Dingen die belangrijk zijn. We gaan even spieken. Nieuwe rollen, nieuwe kansen. Het is een nieuwe week. Dus we zijn er nu met een heftruc om opnieuw
die twee koeltunnels omhoog te krijgen. Gisteren is ook iemand langs geweest, Timmerman, om te kijken of de deur eruit wou. Dat wou niet. Dat wou niet, want er moest ook de hele vloer eruit. Dus we gaan het nu nog een keer proberen. Op hoop van zegen. Beetje spannend wel, hè? Ik durf niet zo goed te kijken, want als het niet lukt, dan zijn we wel erg fucked. Want dan zouden we beneden moeten produceren. Moeten we een heleboel beneden verbouwen. Ik ga wel even andere shit doen. En dan hoop ik dat het goed komt. Dit is echt een mannenklus. Vrouwen moeten dit soort dingen niet doen. Tenminste, deze vrouw niet. Oh mijn god. Durf je wel te kijken? Nou, amper. Nummer 1 is binnen, nummer 1 nu. Nummer 2. Hij zegt gelijk voor mijn haar. Ja? Nu dat ik al 10 jaar ouder ben. Ik ben ouder dan jij bent.